Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Oké, hierna gaan jullie beelden zien dat ik naar het klooster ga met school. En ik wilde dit eigenlijk in een weekvlog doen, die als het goed is voor jullie maandag of dinsdag online komt. Alleen ik kwam er gewoon achter dat ik zoveel had gefilmd in het klooster dat ik dacht ik kan er beter een aparte video van maken. Daardoor is het een beetje gek dat dit de eerste video wordt, omdat ik zo lang geen video's heb geplaatst. Maar die uitleg komt dus nog gewoon in de weekvlog. In ieder geval, ik heb een nieuwe camera en jullie gaan dus zien dat ik 2 dagen in het klooster ben. Heel veel kijkplezier. Oké, ik ga morgen natuurlijk naar het klooster, dat heb ik al gezegd. En ik zal morgen wel beter uitleggen hoe en wat. Maar ik zal even laten zien wat ik meeneem. Ik doe alles in deze tas. Gewoon een tas, want dat is genoeg. Ga maar 1 dag. En deze heb ik ooit van het Luzak gekregen toen ik daar zat. En die gebruik ik dan gewoon voor dit soort dingetjes. Daarin doe ik mijn slaapzak. En we hebben daar wel een bed als het goed is. Maar een slaapzak is wel fijn om in te slapen. En dan een kussensloopje en een hoeslaken. Dus dat ga ik er zo in doen. Dan heb ik voor zekerheid een paraplu mee, mijn haarborstel, mijn Apple Watch en mijn camera neem ik mee, maar daar film ik natuurlijk nu mee. Dan heb ik een schrift en een pen, want ik weet niet of we dingen moeten opschrijven, dus ik dacht ik neem het voor zekerheid maar mee. Dan heb ik voor te slapen heb ik dan een kort broekje en een groot shirt of een legging, ligt eraan hoe koud het is. Handschoenen voor als we gaan wandelen, dacht voor de zekerheid, ik heb het namelijk heel snel koud. Mijn medicijnen, ik heb namelijk astma. En een flesje die ga ik morgen even vullen. Dit neem ik dan mee en dan moet daar nog bij mijn toiletspullen. Niet zo heel veel dus. En de outfit die ik de dag erna aan doe. En het is heel simpel. Het is gewoon een sportlegging met schoon ondergoed en een zwarte trui. En die is van de H&M. Zullen jullie daar ook nog wel zien. En om morgen aan te doen een BH. Misschien doe ik deze pet op. Een zwarte legging en daaronder heb ik dan een Nike trui en die is van mijn broertje. Maar die zit gewoon heel lekker. Dus ik dacht, die doe ik dan morgen aan. Dus ik ga het nu even in die tas doen en dan zien jullie mij morgen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Oh, mijn licht ging uit. En ik ga zo meteen naar het klooster. Dus even kijken hoe laat het is of ik moet opschieten. 8 uur, dus ik moet over een kwartiertje ongeveer weg. En ik heb hem al helemaal klaargemaakt. Het is dus 18 februari en ik ga straks dus naar het klooster in Doetinchem. En dit is samen met mijn klas van school, dus van de hogeschool. Dus niet mijn groep 7, maar gewoon studenten. En we gaan daar volgens mij gewoon alles een soort van bijwonen en bekijken. We hebben nog geen programma of iets gehad, alleen dus dat we daar om 11 uur moeten zijn. En ik ga dus samen met Voske, Floor en Talita gaan we met de auto met z'n vieren. En ja, dat dus. In ieder geval, ik heb gisteren mijn spullen laten zien die ik meeneem. En ik heb dus hele makkelijke kleding aan. Deze trui van mijn broertje en een lekkere zwarte legging van Chiquelle. Ik zit alleen nog heel erg met welke schoen ik aan doe. Maar ik denk dat ik gewoon mijn Dr. Martens aan doe. Want ik kan er wel goed op lopen. Ja. Of dus mijn Nikes. Maar ik denk dat ik dan hele koude enkels krijg. Dus ik moet heel even kijken. In ieder geval, ik heb er op zich wel zin in. Maar ik weet niet wat ik kan verwachten. Dus daarom was het ook wel leuk als ik vandaag even ging filmen. Het is voor het project Identiteit. En ik heb dus geen idee wat we gaan doen. Maar dan weten jullie een klein beetje de achtergrond en wat ik tot nu toe weet. Dus ik ga nu even mijn spullen in mijn tas doen. En mijn toilettas erbij, want die had ik er nog niet bij gedaan. En dan gaan we wat eten halen en dan gaan we onderweg. Wat, hoe zat je? Ja, er kunnen echt maar 2 auto's door. En dan gaat de volgende. Oh, ik dacht even dat de politie naast me reed. Zeg maar over het real is. Ik doe net een Kara ook een video van je. Ik lijk echt op die over het real. Hoe heet hij? Joe. Nee hoor. Stranger. Hij ziet er iets beter uit. Hebben jullie de Stranger gekeken op Netflix? Nee. Ik heb echt een 2 jaar geen uitgekeken. Dat is echt leuk. Aangekomen in het klooster. Wacht, ik doe even mijn kamer op slot.
En we hadden heel even kort een bespreking. En daarna gewoon wat er allemaal gaat gebeuren. En er zijn 6 soort van dingen die je kan bijwonen. Die de monniken gaan doen. En daar kan je dus bij zijn. En we moeten er in ieder geval 3 doen. En we moesten dus nu kamers verdelen. En ik heb een kamer in mijn eentje. Dus dat is wel een beetje eng. Maar ik heb wel echt een hele mooie kamer. Dus ik dacht, ik laat jullie ook even zien hoe dat er dan uitziet. Want we zitten dus in het gastenverblijf. Ja? Ik heb echt een hele chille kamer. Oh, je hebt echt een chille kamer. Ja. We hebben 4 kamers. Maar zo ongeveer hetzelfde. Maar we hebben echt geluk. En boven zijn ze heel mooi. En deze is maar we hebben ook helemaal een dekbed en zo. Ja, ik had gewoon een hoesmaker. Ja, maar niet voor iedereen natuurlijk. Misschien slaap ik ook wel gewoon in die slaapzak. Ik slaap niet bij. Je hebt geen hoesmaker. Ik wilde... Nou, ik laat zo die kamer wel zien. Ik loop wel even met jou mee. Ik wil even zien. Dus ik zal zo mijn kamer even laten zien. Maar we zitten dus in het gastenverblijf. En er zijn volgens mij 20 kamers of zo. Ik heb mijn jas ook nog aan. Die ga ik zo even doen. Welke kamer heb jij dan, Talit? Oh ja, daar. Dus hier is dan de gang met alle verblijven. Hey, hey. Abonneer Pilal. Oh ja, die van jou is ook heel chill. Die van jou is ook heel groot. Ik dacht ook dat we helemaal niet konden douchen en zo. Ja, dat wist ik wel. Ik heb wel een handdoek mee. Oh, we zouden handdoeken krijgen en zo. Die van jou is ook prima. Maar ik heb wel een mooi uitzicht. Ik niet. Op de bouwplaats. Oké. Okay. Maar wel... Ja, ik ga ook heel even bij Vos en bij Floor kijken. Oké, en dit is dus beneden. Dat is echt heel eng. En we gaan nu even naar de kamer van Vos kijken. Huh, waar zit ze dan? Nummer 10? Oh, binnen is 10. Maar wel 10. Oh. Binnen zijn ze best groot, een beetje mee hoor. Oh, oké. Okay. Nou, ik vind de gang gewoon een beetje eng. Maar wel kleiner. Kijken. Ja, het is wel echt sneu, ja. Maar dit bed ook. Oh, wat zielig. Oh my god. Oké, dit is dus de kamer. En Floor komt gezellig bij mij slapen. Even kijken. Zo. En we hebben dus heel mooi uitzicht. Ja, we hebben echt wel een goede kamer. Ja. Alleen sommige kamers zijn nog ruimer. Dus daarom slapen zij met z'n drieën. En een prima douche. Zo, hier kan je je make-up goed doen. Ja, dat is echt nice. We zijn net naar die eerste mis geweest. En het was echt heel indrukwekkend. Alleen ik ga straks nog even meer erover vertellen. Want we hebben dus nu lunchpauze. En ik wil jullie natuurlijk wel een goede indruk geven van hoe het hier is. Oh, ik loop echt de hele tijd verkeerd. Dus we zijn nu even lekker aan het lunchen. Gewoon met de klas. En ik ga zo meteen vertellen wat ik vond van de eerste mis. Ik had het eigenlijk moeten filmen toen er nog netjes bij lag. Trouwens, ik dacht mijn mooie bas op te filmen. Dus het was zo'n brakker. Gadverdamme. Mag ik nog een cracker? Nee. Ik moet even iets doen voor de... Het is een gedicht van Jules Deelder. Die is een tijd geleden overleden. Het heet Lieve Arie. Lieve Arie, wees niet bang. De wereld is rond en wat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht. Maar ze gaan alle dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water en gaat door het vuur. Lieve Arie, wees daarom niet bang. De wereld draait rond en dat doet hij nog heel lang. Oké, ik ga nu even vertellen wat ik er dan van vond. En dan mogen jullie mij een beetje aanvullen. Maar ik mag gewoon monniken zeggen. Of moet ik Benedictijnen? Of zijn het hetzelfde? Gewoon monniken. Oké. Ja. Nou, we hadden dus om 10 uur ongeveer. Nee, 10 uur. Nee, joh, ze waren er nog eens. Om 12 uur hadden we de eerste mis. Dus we moesten naar zo'n andere ruimte. En dat gaan we dan zo meteen even laten zien. En dat was een soort, ja, het leek een beetje op een klein kerkje voor, om het idee te brengen. En we moesten zitten op van die houten banken en dan kwamen er van die monniken in zwarte pij, kwamen zo binnen om zijn beurt. En liepen dus naar een altaar, of hoe noem je dat denk je, een altaar? En dan deden ze zo, een buiging.
Wauw, en dat was nou ja, wij zijn toen eigenlijk een half uur stil geweest en zij gingen zingen, maar ze doen alles gewoon a cappella. Yeah. Maar ze zongen alles in het Nederlands. Dat was wel een beetje raar, want zij zei dus dat het geen Nederlands was. En toen moesten we gewoon soms opstaan en dan weer zitten. En nou, het was echt heel erg indrukwekkend. Want er zijn dus zes. Ja, er zijn zes van die missen. Missen, is dat een woord? Nee. En we gaan er dus drie meemaken, maar zij doen dit dus elke dag. En zij wijden hun leven daar dus helemaal aan. Dus dat vonden we wel interessant. En we hebben net even een foto gemaakt. Maar het is wel echt mooi hier, hè? Het is wel echt mooi. Echt mooi. We zijn lekker in de vrije natuur. Hier mag je niet op lopen, denk ik, hè? Op dat gras. Oh, het is ook vet om daar een foto te maken. Oké, maar we gaan nu dus even een rondleiding geven. Ja, want wij weten zo goed waar we... Oké. Ja, we moeten wel iets meer daar, denk ik. Ja, ja. Het is echt heel ongemakkelijk. Oké, we lopen nu terug naar het klooster. Hoe heet je eigenlijk? Het Benedictijn klooster. Nee, volgens mij Willy Boort. Oh. Oh, wacht, we kunnen straks filmen. Oké, en daarnet hadden we dus de mis. Waar hadden we die? Ja, daar, links. Links? Ja. Hier in het hek. Ja, hierin, hè? Hierin. Ja, in dit hadden we het. Zie je dat goed? Ja. Achter deze boom. En dan zit hij daar, zit onze... Jawel. Ja, maar we gaan daar nu niet meer filmen, toch? Dat is een beetje raar. Toch? Ja. Ik doe gewoon surf. Misschien is er wel een boerderij. Oh, met echte dieren. Wat leuk. Je daarop klikken. Focus. Ja. Hij is gefocust. Nu zijn we in de binnenplaats. De binnenplaats mag hier. Wauw. En daar staat mijn auto. In de garage. Mensen, vloggy takeover. Ja, ik heb eigenlijk echt geen idee wat ik moet zeggen. Ik heb nog nooit gevlogd. Maar ja, ze zeggen voor alles een eerste keer. Dus, Oké, we hebben dus een rondleiding gehad. Volgens mij had ik dat daarvoor... Nee, oké. We hadden eerst dat we een tekening gingen maken. We moesten verven. En dan ging er muziek aan. Dan moesten we helemaal stil zijn. En dan moest je je tekening een soort van doorwisselen. En uiteindelijk moest je je eigen tekening weer afmaken. Die van mij is zo geworden. De minst mooie dingen heb ik gedaan. En we zijn nu even, toen hebben we een rondleiding gehad. En daarna was er weer een nieuwe mis van 5 uur tot 5:30. En als ik eerlijk ben, leek het gewoon eigenlijk gewoon op de van die daarvoor. Gewoon precies hetzelfde. Ja, hetzelfde inderdaad. En ja, je merkte wel gewoon dat het heel erg lang was. Het is alsnog gewoon heel indrukwekkend, maar het was alsnog wel echt heel erg lang. Dus nu hebben we even een half uurtje vrije tijd. Dus we gaan even onze bedden opmaken. En dan gaan we daarna eten. En we zijn echt heel bang. Want volgens mij gaan we dus zuurkool eten. En als ik iets niet lust, is het zuurkool. Maar ja, ik lust niet heel veel. Ik ga hier de verwarming ook maar aanzetten. Dus we gaan nu even het bedje opmaken. En dan even chillen. En dan gaan we zo eten. En als het dus niet lekker is, hebben we wel nog een beetje popcorn en koekjes en zo. Maar ja, ik weet niet of je daar heel veel vol van raakt. Uit. Kom, we gaan even dansen. Doen. Het ziet er echt niet uit. Ik wil je spelen. Ja.
denk dat ik gewoon een vlog kan maken aan een van deze twee dagen. Altijd als ik weer aan het vloggen ben, dan film ik altijd zoveel. Nee, dat hoop ik niet. Oké, het is nu bijna 8:15 en we gaan zo mediteren. Dus ik heb lekkere chill outfit met een sportlegging aan. We mogen onze slaapzak ook meenemen. Ik zal wel wat filmen. Ik denk dat ik mijn telefoon hier laat. Hm? Telefoon hier of niet? Ja. Ja, dit is echt een zen moment. Ja, laten we ons telefoon hier? Ja. Oké, maar ik neem wel mijn camera mee voor jullie om te filmen. Dit licht is heel raar. Oké, we zouden eerst in de meditatieruimte. Alleen, we gaan nu met de hele klas gewoon in de normale zaal liggen hier. Dus we gaan hier nu met z'n allen lekker slapen. Nou, niet echt slapen, maar gewoon mediteren of zo. Neem mijn camera weer. Zij wel een situatie wat je in de toekomst of nu of uit het verleden. Oké, we zouden eerst gaan mediteren in een meditatieruimte. Maar uiteindelijk hebben we gewoon in de grote zaal gedaan. Ik zie er echt niet uit. Maar ik heb even geslapen. En ja, het was wel heel fijn. Maar deden jullie, hebben jullie ook geluisterd toen je met lichaam aanspannen? Hebben jullie toen alles gedaan? Maar ik doe sowieso met mindfulness altijd gewoon die body scans. Dus dat doe ik altijd al. Maar sommige dingen vind ik heel fijn. Alleen ik vind bijvoorbeeld je buikspieren zo heel erg aanspannen. Van je handen knijpen vind ik niet fijn. Ja, maar als je het dan loslaat, dat geeft een probleem. Ja, maar ze moesten dan dingen aanspannen en dan loslaten. En daarna ging ze een verhaal vertellen. En dat je dingen moest voorstellen. En toen ben ik ergens in slaap gevallen. Maar ik heb wel als ik... Helemaal moe. En hoe laat is het? 8:30? Oh, oké. Nou, alsnog. En zo meteen lekker dan in bed lekker met je popcorn eten. Ja. Volgens mij staat daar ook allemaal dingetjes. Je kan ook gewoon een wijntje nemen. Echt? Ja, er staat gewoon bij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Woensdag 19 februari, 8:10. Er was vanochtend om 6:15 een andere mis. Die hebben we net niet gehaald. Maar we gaan nu wel ontbijten. Net niet. Net niet, 2 uur te laat. En de tweede mis om 19:30 hebben we ook net niet gehaald. Oh, maar we gaan straks er nog eentje doen, de laatste ook alweer. Ik heb even mijn make-up gedaan. Ik was mijn beauty blender vergeten. Dus dat was erg rot. En dan hebben we nog iets, maar we weten niet precies het programma. En dan, als we klaar zijn, gaan we gelijk naar de mukbang. Lekkere mukbang. Dus als het goed is, dan zijn nu 10 minuutjes te laat. Zit iedereen al in de eetzaal? Oh, valt hem. Oh, ze zitten denk ik allemaal op de... Oh. Niemand zit in de eetzaal, behalve de gebroeders. Ja, hallo. Good morning. Net lekker zonnebankje gepakt. Lekker met de meiden zonnebank. Geen vol tegen je bril. Wat zei je nou? Ik haat Guus. Ik haat Guus ook. Nou, bedankt. Zie je, ik ben niet eens even. Zullen we een liedje aanzetten? De Bernard Show, waarom staat dat? Wat is dat voor naam? Even start de muziek in de camera. Wakker worden van Jochem Meijer. Ja, we hebben net ontbeten en we gaan nu de laatste mis meemaken. En dit is volgens mij ook een van de langste. Ik kan helaas daar niks filmen. Uit respect en volgens mij mag het ook officieel niet. Maar we gaan dus nu weer naar dit kerkje toe en dan wordt daar de mis gehouden. En dan gaan ze zingen, gewoon a cappella zingen en stukjes voorlezen. Dus dat. Maar ik ga nu mijn camera wegdoen en dan zien jullie mij weer over een uurtje.
Oké, we hebben de laatste mis gehad en dat was het avondmaal. Ik vond deze wel het mooist, denk ik. Van de drie. En deze, maar de tijd ging ook veel sneller. En nou, ik heb vroeger dus op een Rooms-Katholieke school gezeten. Dus dat bidden en zo kan ik gewoon meedoen. Ik ook hoor. Onze vader kan ik ook goed zeggen. En ze hadden dus ook van die hosties en rode wijn. En dat, alleen, weet je wat ik dus niet wist? Ik wist eerst niet dat daar een microfoon zat. Dus toen ze dat brood gingen kraken. Ik hoorde het. Toen hoorde ik echt zo. En ik zat precies bij die box. Maar het was heel mooi. En het, ik vond het inderdaad ook wel fijn dat die vrouw erbij was. Dat is toch wel een beetje anders met dat zingen. Dat is wel mooier. Veel mooier, ja. Ja. Anders heb je alleen die lage mannenstem. Ik ben nu echt benieuwd hoe het zou klinken als het alleen maar met Donna zou zijn. Ja, sowieso veel. Ja, ja, mooier. Dat mag je niet zeggen, maar. Ja, maar anders. Ja. Dus we gaan nu even spullen in de auto doen en dan gaan we naar huis. Nou, de echte nonnen gaan nu lekker naar de Mac. Dat kan echt niet. Nee, wij zijn best wel snel, denk ik. Ja, wow. Het is wel leuk voor de vloggie. Laat even weten in de comments wat jij altijd best wel bij de McDonald's. Nee, ik haat dat altijd als mensen dat zeggen. Oké. Ook allemaal zo paal. Oké, ik ben terug. Ik zie er echt niet uit. We zijn naar de Mac geweest en daarna heb ik ze even weggebracht. En nu ben ik lekker thuis. Ik ben echt best wel moe. En ik wilde toch nog even laten weten wat ik er nou een soort van in het algemeen van vond. Want ik vind het gewoon echt... Ik heb wel echt heel erg veel respect gekregen. Want er wonen daar dus 11 monniken. En die wonen daar hun hele leven. En dan per dag hebben ze dus 6 van die... Ja, 6 keer zo'n mis dat ze dan doen. En dat duurt dan ongeveer een half uur, 3 kwartier. En de eerste begint dus echt al om 6 uur 's ochtends. En het gaat dus de hele dag zo door. En hun hele leven is dus gewoon daar. En ik vind dat zo bijzonder. Het is echt heel gek. Ik kan me dat niet van tevoren zo kunnen voorstellen. En ja, dus dat is wel gewoon heel gek. En dat voordat je daar naartoe gaat, dan al je spullen zijn ook weg. En je hebt... Dan, ja, nou, je kan het je gewoon niet voorstellen, maar ik vond het wel heel erg leuk om mee te maken. Ik ben ook blij dat ik nu weer lekker thuis ben. Het is inmiddels de volgende dag en ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Je kan dus maandag of dinsdag de weekvlog gewoon verwachten. En ja, ik hoop gewoon dat jullie dit leuk vonden. En stel dat je nou ook een keer in het klooster bent geweest of je vindt het leuk om hier iets over te delen, dan kan je dat hier beneden in de comments doen. En dan zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!